Tijdens de klimaattop in Rotterdam zijn vandaag concrete plannen gemaakt over wat Nederland kan doen om de plannen die eerder in Parijs waren gemaakt te realiseren. Staatssecretaris Sharon Dijksma heeft de top zojuist gesloten. Daarbij maakte Dijksma de afspraak bekend, zegt onze verslaggever ter plaatse Olivia Manders. Wat de verschillende initiatieven die vandaag gepresenteerd en gelanceerd zijn concreet op gaan leveren als het gaat om CO2-reductie. En dat is het volgende. Die plannen gaan zorgen voor een reductie van de totale CO2-uitstoot in Nederland van 9%. Dus we gaan 9% minder uitstoten dan wat we nu doen als we die plannen die hier gepresenteerd zijn vandaag gaan implementeren. Dat is 17,6 megaton CO2-uitstoot. En ter vergelijk, dat is wat 2,2 miljoen Nederlandse huishoudens per jaar uitstoten. Dit is allemaal in lijn met wat in Parijs gepresenteerd is, maar het is een begin. We zijn er nog lang niet, maar dit is een goed, concreet begin voor Nederland. Goed, welke initiatieven gaan voor die reductie zorgen? Ja, er zijn verschillende initiatieven gepresenteerd, waaronder het CO2 Smart Grid. Dat betekent dat je CO2 opslaat en doorsluist naar andere bedrijven als jij dat als bedrijf niet meer gebruikt. Zo gaat er niks verloren. En ook het plan van het gasloos maken van wijken. 100 verschillende gemeenten hebben vandaag het akkoord getekend om dat te gaan implementeren. Hoe hard zijn de afspraken? Nou ja, er zijn dus vandaag wat dingen zwart op wit gezet. Maar we moeten allemaal nog maar gaan zien of dat daadwerkelijk gaat zorgen voor die 9% minder uitstoot.